Hi, donderdag, tarotonthulling. We doen het al heel lang. Ik ga ervan uit dat je keuze hebt gemaakt. En dan gaan we kijken naar je onthulling. Hoe voel je je nu? He, na alle events? He, bewijzen, resultaten? Is het gelukt deze week? Want deze aankomende dagen hebben we al over gehad. Over de waterman en de maan. We gaan transmuteren. Gewoon dat woede, dat emoties wat jij in jezelf tegenkomt. Die moet je naar het licht brengen. En dat noemen we transmuteren. Gewoon verander het. In iets heel moois. Of iets heel krachtigs. Of iets wat jou een betere vooruitzicht geeft. Ja, zullen we dat afspreken voor de aankomende dagen die aankomen? En maandag beginnen we gewoon weer opnieuw. Vandaag nog steeds de maan en de steenbok. Ja, blijf geaard voor de resultaten en de bewijzen wat je nodig hebt. En morgen... Ja, dan gaat de zon, die blijft nog steeds in de Scorpioen, richting de boogschutter. Maar de maan hebben we in de waterman. Een Scorpioen kan best wel controlerend zijn. En een waterman, die wil heel veel vrijheid. Dus het is een beetje cray-cray energy. Een beetje koekoek. De gevoelens, ja, ja. Volg die kompas, transmuteer in iets moois waar we net al over hadden. En follow your heart, oké? Follow your heart. Transmuteer alles. We gaan richting de boogschutter. Wordt helemaal cray-cray, maar op een leuke manier. Gezellig. We gaan erom lachen. En ook wel doelen bereiken. Want de pijl, die is er. De pijl en de... Hoe zeg je dat? De pijl en boog. Ja. Ja, dus vergeet het niet. Die waterman, die ga je aanvoelen. Die wil heel veel vrijheid. Die is een beetje ook wel extreem. Kies daarvoor. Kies gewoon voor je vrijheid, ja? Dan komen er sowieso de resultaten en de bewijzen. Want jij bepaalt en kies voor vrijheid. Hè? Het is een keus. Geef jezelf ook de toestemming. Nooit vergeten. Geef jezelf de toestemming, ja? Dat was het. Oké. De onderste kaarten. Dat vind ik altijd leuk om te laten zien. Kijk eens voor innerlijk rijkdom. Daar gaan we voor. Daar zijn we mee bezig. Aankomende richting het nieuwe jaar. Hier, dit willen we. En toen zag ik deze kaart ook. Kijk, is de dwaas. Veel kennis en opnieuw beginnen is een keus. Je hebt veel geleerd, al was het niet leuk. Hard, vervelend, heel veel diarree, koorts. Dan hebben we nog het virus. Doodgaan, terugkomen, doordraaien. Terugkomen, doordraaien. Terug, nog een keer, doordraaien en terugkomen. Dat is de weg, oké? Van het donker naar het licht. Het blijft het mooiste reis. En kijk eens, en elke keer op de nieuw beginnen. Opnieuw. Tot je het door hebt. Oefen. Goed, we hebben de kaart van de groei vandaag. De eerste. Pentakels 3. Ja, soms kan het een derde partij zijn in je relatie. Het kan geld zijn, het kan discussie, het kan een schoonouder, hoor ik. Kinderen die niet tevreden zijn over de nieuwe partner of noem maar op. Let it go, want dit is de kaart van de groei. Je bent geslaagd, je hebt het door hoe je het moet doen. Kijk eens, wordt gezegend. Lijkt op een kerk, een kapel, moskee, tempel. Lijkt erop. Ja, je gaat naar een nieuw hoger niveau. Die cray-cray heeft je tot een understanding gebracht. Ja? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Kijk eens, 3-3 toen ik het zei. Ja, de lessen zijn geleerd voor iets nieuws. Voor iets wat jij wilt. Het mag ook cursus zijn, bijscholingen, connectie maken. Andere dingen doen wat je normaal doet. Ja, het is leuk. Ja, heel mooi. En ook cursus volgen, want Mercurius is nu eindelijk normaal aan het lopen, vliegen, weet ik veel, transportpak, I don't know hoe hij reist. Maar het heeft goed mensen opgevolgd. Ja, hij is nu weer terug. Hij is uit die schaduw. Ja, hij is uit die schaduw. Dus hij gaat weer normaal lopen. Dus heel veel dingen heb je gehoord en heb je ook besproken. Dus daardoor misschien voor nummers 1. Dat was jouw groei. Dat heeft je geholpen met de groei. Wel leuk of niet leuk. Maar het heeft je wel een andere uitzicht gegeven over jezelf vooral. En de situatie, de wereld, thuis. Waar je ook bent, werk. Aardetekens, steenbok, maagd. Jezus, dan vergeet ik de ene. Dan gaat het niet zo goed met die andere. Steenbok, maagd. Jezus, en een stier. Oké, stieren, wake up. Hè, die langzaam vooruit. Doe mee met de maag. Die gaat te snel. Oké, dat is ook niet meer zo leuk. Ja, en de steenbok die wil alles rechtvaardigen. Ervaren. Stier, kom op. Want ze doen alsof ze ons altijd en net niet bij ons horen. Kom op, doe je best. Ja, stieren, doe je best. In de liefde, ja, na de groei ga je anders met andere mensen om. Zoals ik al zei, want je weet beter. Je kent jezelf beter of de ander. Dat je dan denkt, achteruit.
achteruit. Ja, ja, samen bouwen, want dat was de kaart ook vandaag. De bij, die wil samenwerken voor een gezamenlijke doel. Misschien ben je daar ook, yes. Je hebt die problemen overwonnen. Of je bent, of deze week, of nu dat je dit hebt gezien, weet je dat je het gaat kunnen oplossen. Maar dit zijn bloemen voor de mooie video. Het hoeft niet, ja. Kom dan gedag zeggen. Bloemen, ja, ja. Katten en bloemen. Schatje, ga dan niet doen, want ik ben af, ja, ja. Ik ben geconcentreerd, dan probeert hij. Is ook een stier, ja, mijn kat. Yes, kijk eens, ik heb het over de stier en hij verschijnt. Goed, het probleem is overwonnen of het gaat je lukken als je dit ziet. Want je weet beter hoe je met jezelf en met anderen moet omgaan. En dan krijg je een boterbriefje daar. Zo zie je, die meneer zegt, well done. Ondanks de drie situaties of 3 maanden of 3 jaar, mag je ook meenemen. Well done. Ja, het is een groeikaart. Het is een groeikaart. Nummer 1. Gaan we voor nummer 2. Nummer 2, kijk eens. Oeh, vrede. Ja, of harmonie. Of een, hè, zie je, hij is onderweg. Hij maakt die stap. Ja, 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 ja. Het mag een meneer zijn die zijn watertekens, hè. De vis, de kreeft. En dan moet er zeker weer eentje wat hebben. Ja, dat ik het weer vergeet. Nou, die ene die ik altijd vergeet, die heeft dan moeite. Ja, ja. De schorpioen. Oh, jezus, we zitten in de schorpioen. Dus kom op, schorpioenen. Diep, diep voelen en dan we gaan. Kijk eens, vrede komt eraan, schorpioenen. Vrede komt eraan, ja. Als er een conflict is geweest, dan komt er een verzoening. Ook op je werk, familie, vrienden. Je hoeft niet een waterteken te zijn. Het kan ook over een waterteken gaan. Ik zie een 6 en 49. Misschien is het een relatie, maar het is de ridder van kelken. Liefde. De ridder komt voor verzoening. Als je voor 2 hebt gekozen, die verzoening gaat komen. Hè? Want je hebt natuurlijk lessen geleerd. Want het is altijd een verhaal bij elkaar. En misschien moest je je mond leren dichthouden. Vooral wij vrouwen, we blijven rappen. We kunnen niet loslaten. En die man die denkt, die vertelt dan ook niet wat in werkelijkheid is. Maar misschien jij of mag ook pony pony, unicorn unicorn. De verzoening komt van de ander. Of jij wil gewoon vrede en harmonie. Je, weet je, die conflicten vind je niet leuk. Is niet nodig. Vooral als beide partijen duidelijk zijn. Dan blijf ik zeggen, de bij is zo bij je gevlogen. Hij verscheen gewoon. Nou, maar dat zou zeggen, maar zo heb ik het ook omschreven. Voor die samenwerking. Dat willen we. Hè? Liefde, al is het met je moeder en met je kinderen. Het komt. Het komt. Het komt. Leer je mond dicht houden of soms niet te afwachten, maar assertiever zijn. Vragen stellen, de juiste vragen stellen voor de verzoening. Kijk eens, de beker, de paard, de witte paard. En in de liefde, ja, wederzijds. Ja, je begrijpt elkaar zonder woorden. Ik vind dat zo leuk in deze kaart. Hè? Dan staat iemand zo te staan in je relatie. Het mag ook vrienden zijn, hè? Die kijken naar je en je weet het, je weet het. Je bent verbonden. Oh jee, ik hoor de ambulance. Oh jee, oh jee, oh jee. Of de politie, I don't know wat dat is. Die komt ook voor mij misschien, dat zeg ik. Waar liefde is, komt politie. Ja, dat zijn de sprookjes misschien. Kijk, hij gaat weg. Ja, hij is weg. Hoor, zie, hij gaat heel zachtjes. Dus die verzoening komt. Precies toen we deze kaarten, ja. Gewoon, of je wordt verliefd ook zonder woorden. Dat je iemand ziet, die andere jou ziet. Mooi, mooi, mooi. Misschien de watertekens, die gaan dat meemaken. Ja, prachtig. Misschien in de boogschuttersseizoen nog een paar lessen. Richting het nieuwe jaar. Ja. Ik zie veel mensen die voor 2 hebben gekozen. Een hele mooie ontmoeting hebben met de ridder die loyaal is. In de liefde. Mooi. Of jij wordt loyaler als je lessen hebt geleerd. Je hebt te veel emoties gehad. Het verleden. Dat zie ik allemaal voor me. Het verleden. Vooral schorpioenen. Die hebben altijd de meeste traumatische ervaring hier op aarde. In gezinnen. En die zijn dat allemaal aan het oplossen, vooral nu de karma en heel veel dingen zichtbaar zijn gemaakt door de astrologische events. Het komt allemaal goed, vooral voor jullie schorpioenen. Vooral voor mensen die met schorpioenen omgaan. Kijk eens, ik vind het mooi. Ja, die conflicten die zijn geweest, die ga je een plek geven. Misschien door therapie, coaching. You know best, you know best, you know best. Nummer 3, Locare. Hij is hier. Hij is hier. Dit te veel focus op materie of te veel focus op dat wat je gehecht bent of willen hechten. Helemaal nu, helemaal erop. Focus, focus nummer 3. Dit is ook de kaart van de steenbok. Die wil gewoon verbinden terwijl daarvoor verleiding is geweest en niet zo aardig. En nu maar op. Maar nou wil je het.
Lessen zijn geleerd. Lessen. Dus je zit in je schaduwkant, kan ook. Of de nachten van je ziel. Kijk, mijn neus. De nachten van je. En die gaat je naar het licht brengen. Prachtig. 2-1. 3-1. Die gaat je naar het licht brengen. Ga door het donkere heen. Kijk eens, die ketting. Want dat gaat ook een stukje liefde. Dat voel ik. Je wil je weer verbinden met hetgene waar het fout was verleden jaar. Of er is fout met jou gegaan. De persoon die dan de kaart hebt gekozen. Je voelt de verbinding komen. Omdat je nu snapt waar je op moet focussen. En het is op jezelf en op de healing. En de aardse verleiding zijn verleidingen. Ja, de gras lijkt leuker aan de overkant. Maar het is nooit zo geweest. Het zijn allemaal verleiders. De Barbies en de Kens. Of jij bent de Barbie en de Ken. En nu snap je het. Je hebt al die pakken aangetrokken. Je wil nu in echtheid. Je wil een juiste focus hebben. Je wil het omdraaien. Maar je moet eerst door de donkere en de schaduwkant. Dat moet je omarmen. En dan wordt het licht. Excuses mag ook aangeboden worden aan vrienden, familie, relatie, exen, hoor ik in mijn hoofd. Want ja, je ziet het nu van jezelf. Je ziet het nu. Het is helemaal geen slechte kaart als je de duivel ziet. Ik blijf het zeggen. Het portaal ging open toen ik het zei. 11-11. Totaal niet. Die vraagt je, als je dan vanuit het lichtere kant laat, die vraagt je om te focussen op de dingen, de materie die jou gelukkig maakt. In plaats van andersom naar anderen kijken. Denkend. Want niks is wat het lijkt. Echt niet. Niets is wat het lijkt. Echt niet. En dat weten we nu naar de hand wel. Ja? En je patroon, je gedragspatroon, die verslavend kan ook zijn, die ga je doorbreken. Of je snapt het nu dat je het moet doorbreken, want het gaat je niet gelukkig maken. Echt niet. In deze cyclus nog, ja, we zijn al eigenlijk op een nieuwe aarde, maar tijd bestaat niet. Tijd is relatief. Dus de moment dat je ook begint, jouw Big Bang, had ik laatst nog met iemand erover, dan is dat nu. Elke dag is er een Big Bang, want jij kiest voor die Big Bang, een nieuw begin. Wist je dat de universum, de sterren, de sterrenstelsels staan nog steeds hetzelfde als 200 miljoen geleden? Ze gaan heel snel, maar ze zijn nog steeds hetzelfde. Dus je kan iedere dag, nu, ieder moment, iedere seconde beginnen. En dat is jouw Big Bang en mooi maken. Vooral voor nummers 3. Begin opnieuw met een juiste focus. Niet op dat negatieve of zwart denken. Het gaat me niet lukken hier op aarde. Of noem maar op. Het is niet zo, het is niet zo. Ja, doorbreek die patroon en dan zou je gelijk in het licht staan. En ik heel vaak zeg ik ook tegen mensen, het is omdraaien. Ging je altijd links, ga rechts. Krijg je een andere uitkomst en dan heb je meestal de antwoorden op je vraag. Check hem. Check hem. Check hem. Ja, in de liefde, wat heb ik hier? Ja, wees, ik heb het letterlijk even. Be careful with your heart. Net als iedereen weet, ik ben van Cardi B. Be careful with me, anders gaat het. Anders, jullie kennen Cardi B, anders. Ja, wees heel voorzichtig met je hart. Ondanks je gehecht bent en ondanks je een persoon leuk vindt. Of iets als een persoon de verleiding heeft laten zien. En die is niet trouw en niet loyaal. En die hecht zich aan Barbies en Kens of aan shit of aan materie. Heb je niks aan. Let daarmee op. Wees heel voorzichtig mee. Wees gewoon aanwezig voor jezelf. En dan krijg je liefde. Word je beloond. Ja, kies gewoon voor jezelf. Ja, kies voor jezelf hoe de devil dat meestal doet. En have fun. Ja, yeah, have fun. Ja? Yeah? Goed, transmuteer alles naar het licht. De pijn, de woede, de verdriet, de jaloezie. Alles wat daarbij hoort. De frustraties. Dus blijf ik zeggen, de verwachtingen. Dat heb ik allemaal geprobeerd in deze 2-3 dagen te mediteren, erover te hebben. Om echt dat de juiste plek te geven. Hoop is geloven. En verwachten brengt meestal pijn of ellende. Maar ik verwacht iets moois in de toekomst. Nou weet ik het. Beter daarmee om te gaan. Ik zeg altijd, ik hoop op alles. Ik verwacht niets, heb ik altijd gezegd. Altijd gezegd, maar soms wanneer we dingen ervaren in het leven, dan laat het je even stilstaan en dan moet je opnieuw walk your talk. Dat je gewoon even licht gaat uit. En daarom vind ik het mooi om dit altijd met jullie te delen. Dat het soms het licht bij mij uitgaat en daarna gaat hij aan. Ik blijf het zeggen, mijn hormonale dagen, 1 week in de maand, moet je me niet bellen? Nee. En eigenlijk ben ik eigenlijk, dat zeg ik ook, eigenlijk ben ik op mijn hoogste channeling. Maar als je op de hoogste channelingen en naar de wereld kijkt, kan het je heel verdrietig maken. En dat overkomt mij altijd. Dat ik naar mensen kijk en dan denk ik, why? En dat kan me zo raken, vooral als het dan 's avonds is of in het winter. Want ik heb veel depressieve episodes gehad vroeger.
En dat, zo nu en dan voel ik het. Hè. Ik had vroeger heel veel last van winterdepressie. En dan ben ik Dunja zo dankbaar. Ja, Dunja, ik ga het zeggen. Kijk, wat ze heeft ook alle sterrenstelsel gegeven in een armband. Die heeft me jaren, zeker 10, 15 jaar, zo lang kennen we elkaar. Maar ik was 25. Ze heeft me geholpen om elk jaar met een winterstand erbij. Met boeken. Ja, prachtig. Dus ik hoop dat jullie allemaal zulke mensen om jullie heen hebben. Een zielen, familie die jullie echt kennen. En dan is het nog ineens open. Daarom zeg ik, ik word soms wel verwend. Dan verwacht ik dat ze er staan. Dus dat moest ik ook even onderscheiden. Ja, ik wens jullie allemaal een mooie week. Kies voor vrijheid. Transmuteer alles naar het licht. En lekker dansen. Maak het mooi thuis. Lekker eten. Koekjes halen. Films. Ik heb gisteren nog naar Queen zitten kijken. Janken. Oh, wat is dat een prachtige acteur. Janken, want ik ben echt, denk ik, de grootste fan van Freddie Mercury. Ja, 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 echt waar. Ze werken, hoe je weet het. Ik ben zo ver van hem. Dus gisteren heb ik echt de alte en de nou, liedjes geluisterd. En mijn vriend die pestte me van, jij hebt altijd wat met de doden. Rondom de tijden van de doden. Hij kon muziek luisteren, want hij was dus 24 november overleden. En dan heb ik het weer. Dan zit ik weer in Queen. Ik had het met de artiesten, daar geniet ik gewoon van. Dat wat ze mij ingeeft, dat volg ik. Dus daarom geef ik het mee. En dan vertel ik hoe mijn week was. En ik ga ervoor zorgen dat mijn weekend leuk wordt. Dan zie je een paar leuke mensen. En ga voor dat innerlijke rijkdom. Transmuteer alles naar het licht. Kijk eens, staat op je te wachten. Kijk, dan heb ik het allemaal verteld. Dikke, muah, kus en nog eentje. Muah, en nog eentje. Muah, allemaal op je hart. Allemaal op je hart. Voel je? Want ik meen het. Dikke doei, doei, tot maandag.